Roel, waar zijn wij vandaag? We zijn bij de fietser in Ede. Een grote houten filmende fietsen van Batavus, Sparta, Koga, Ghost, Highbike, van Nicholas. En wat is er vandaag te zien? Er worden de nieuwe collecties gepresenteerd voor 2018. Ja, van de Excel Groep, hè? Ja. Wat heb je vandaag voor verrassingen gezien? Nou, met name bij Koga, daar zagen we een vakantiefietsen voorbij komen. Met de trapondersteuning van Bosch. Mm-hmm. Dus volgens mij was het ook nog een signature, dus je kan het zelf samenstellen. Dus dat was wel een leuke fiets. Oké. En wat vond je verder van vandaag? Ja, mooie fietsen, maar er zat niet zoveel echt verrassend bij. Dus prima indruk. Oké. En Martijn, heb jij vandaag nog iets opmerkelijks gezien? Ja, nou, ik heb voornamelijk even gekeken naar de winkelinrichting. Wat voor ideeën, wat de trends zijn, hoe we de winkel kunnen gaan inrichten. Naast alle fietsen die we moeten bekeken hebben, hebben we een mooie ideeën opgenomen. Oké. En Timo, hoe zijn de ijsjes? Ja, zeer goed. Zeer goed. Ah, mooi. Geslaagd dagje, dacht ik zo. Wat vind jij van het ijsje? Lekker, hè? Lekker? Lekker ijsje, toch? Laat eens kijken, wat is het voor ijsje? Oh, lekker, zeg. Mooi. Wacht, hij doet het. Scheuren, jongen, scheuren. Helemaal goed gekeurd. Wij hebben vandaag in de winkel studenten. Wielrennenvereniging Hellingproof. Hellingproof die sponsoren wij als profiel Roel Pereman. Jongens, vertel eens wat over jullie zelf en wat jullie daar willen gaan bereiken. Wij zijn Hellingproof, de studentenwielervereniging uit Wageningen. Wij willen gewoon zoveel mogelijk Wageningse studenten enthousiast maken voor het wielersport. En ons laten zien door het land bij andere studentenverenigingen, bijvoorbeeld studentencupwedstrijden. Doen jullie alleen wedstrijden of doen jullie ook toertochten? Toertochten doen we soms ook aan mee en het is heel vaak gewoon ook gezamenlijk fietsen. En naast het wielrennen ook als studentenvereniging meer activiteiten waar we gezellig samenkomen. En allemaal leuke verschillende